Hi allemaal! Het is ondertussen echt herfst geworden buiten. Het wordt steeds kouder en daarmee krijg ik steeds meer zin in winterse gerechten. En één daarvan is soep. En ik merk dat heel veel mensen de laatste tijd pompoensoep maken of willen maken. En heel veel mensen denken ook dat het heel erg lastig is. Vandaag ga ik je laten zien dat pompoensoep maken echt niet lastig hoeft te zijn. Ik gebruik verse pompoen en toch ben je super snel klaar. Is het mega gezond en zo kun je in een handomdraai gewoon een heerlijke soep op tafel zetten. Ik ga niet te veel babbelen, we gaan gewoon direct naar de keuken en aan de slag. Allereerst, wat heb je nodig? Natuurlijk een pompoen. Ik gebruik vandaag een fles pompoen. En ik gebruik een prei, maar hiervoor kan je ook een ui nemen. Net wat je zelf lekker vindt. Een bouillonblokje. Ik heb een groentebouillonblokje, maar kippenbouillon kan ook prima. Of een natriumarme bouillon. Als jij een hoge bloeddruk hebt, dan is dat een goed idee. Paprikapoeder, currypoeder en gemberpoeder of andere kruiden naar keuze. Als je een van deze drie niet hebt, is ook helemaal prima. Ik vind dit gewoon lekker. Als je houdt van een pittige soep, kan je bijvoorbeeld ook wat chilipoeder toevoegen. En een klein beetje olijfolie om in te bakken. Allereerst ga ik de pompoen in stukjes maken. De flespompoen kun je de schil gewoon van eten. Dus dat is mega makkelijk. Daarom gebruik ik deze ook heel graag. Allereerst gaat het kopje en het kontje er vanaf. Wel handig als je hier een super scherp mes voor hebt. Dan gaat de pompoen doormidden. En ik haal dan met een lepel de pitjes die hierin zitten eruit. En als de pitjes eruit zijn, dan ga ik de pompoen in grove blokjes snijden. En dat hoeft niet zo heel nauwkeurig. Doe dat gewoon een beetje op gevoel, een beetje grof. Dat maakt niet uit, want je gaat straks toch pureren. Zo, zo'n pompoen snijden is best even werk. Ik heb het voor jullie opgenomen. Ik heb er 4,5 minuten over gedaan. Let niet op mijn snijtechnieken trouwens. Als je zoiets hebt van dat is me veel te veel werk, koop dan gewoon pompoenstukjes kant en klaar in de diepvries bij de Albert Heijn. Net zo makkelijk. Ik zou ongeveer 2 pakken nemen voor deze hoeveelheid. Ja, 2,5 pak, dat is ongeveer deze hoeveelheid. Dan ga ik ook de prei in stukjes snijden. Ik snij het bovenste gedeelte en het onderste gedeelte eraf. Dan halveer ik de prei en gaat die in ringetjes. En die was ik even goed af, want ertussen gaat altijd heel veel zeg maar vuil zitten. Dus even goed afwassen en dan is je prei ook klaar. Oké, dan is het tijd om de soep te gaan maken. Ik heb een grote pan op het vuur staan en er gaat wat olijfolie in. En ik heb tegelijkertijd een waterkoker met water opgezet om zo meteen de soep mee af te maken. Hier gaat de prei bij. En dan ongeveer een halve tot een hele eetlepel curry. Oh, dat gaat me niet snel genoeg. Zo, curry erbij. En ook dezelfde hoeveelheid paprikapoeder. En een beetje minder, ongeveer een theelepel gember. Gember is best wel heel pittig, dus doe hier niet te veel van in. Als je wel houdt van pittig, kun je dus meer gebruiken of wat chilipoeder toevoegen. En dit alles ga je goed omscheppen met een houten lepel. En laat dit gewoon even op een middelhoog vuurtje bakken. Dan komen de smaken allemaal wat omhoog en ze mengen lekker door elkaar. Als je prei ongeveer 2 tot 3 minuutjes heeft gebakken, dan voeg je de pompoen ook toe. Dat zei ik net ook al, alleen toen had ik mijn camera nog niet aan. Lekker slimmerloes. Maar goed, je ziet het, de pompoen zit erbij. Ik roer alles even goed door en ik laat het nog heel eventjes bakken. Inmiddels is mijn water gekookt. Het bouillonblokje gaat erbij en ik giet er net zoveel water bij. Totdat mijn groenten net een klein beetje onderstaan. Ik roer dit geheel weer even goed door en dan laat ik het ongeveer 15 minuten pruttelen op een zacht vuurtje. Totdat alles helemaal mooi zacht is geworden. Na 15 minuutjes is alles helemaal zacht geworden en nu ga ik het pureren met een staafmixer tot een gladde massa. Houd je staafmixer wel goed onder, anders spetter je natuurlijk de hele boel onder en geloof me, dat wil je niet. Zo, nu is het klaar. Ik heb een hele stevige soep overgehouden. Ik vind dat zelf echt heel erg lekker. Maar als je hem dus nog ietsje dunner wilt hebben, dan kun je gewoon nu wat water nog toevoegen.
Ik wil je natuurlijk alles zo goed mogelijk laten zien. Dus bij deze even waarom je de staafmixer niet te veel op moet tillen uit de soep. Juist, dus dat. En nu kun je dus jouw soep in kommen gaan scheppen. Deze hoeveelheid is dus ongeveer genoeg voor zeker 4 tot 6 kommen. En hier is hij dan, je heerlijke pompoensoep. Normaal gesproken doe je er natuurlijk iets van room in, wat ontzettend lekker is. Maar in plaats daarvan kun je ook cottage cheese, oftewel huttekeze, toevoegen. Ik heb hier een lepel, die gaat er lekker bij in. Voor een toch een wat romig, frissig effect. En huttekeze is gewoon super mager, dus een hele goede vervanging voor room of crème fraîche. Ten slotte heb ik nog een klein beetje prijssnippers bewaard als garnering, want dat ziet er gewoon super lekker uit. En dan is je pompoensoep helemaal klaar. Dat was mijn recept voor een gezonde en makkelijke pompoensoep. Geef even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zou het ook super leuk vinden als je me volgt op Instagram of op Facebook. Of allebei natuurlijk. Dat is allebei @optimavita. Verder vind je hier video's die je misschien ook leuk vindt om te kijken. En kun je je hier abonneren op mijn kanaal. Wat ik heel erg leuk zou vinden. Je helpt me daar ontzettend bij. En je blijft ook nog eens op de hoogte. Nu, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei doei!